Op social media is er een bericht verschenen als zou de regering de gelden van het pensioenfonds hebben opgenomen en gebruikt hebben. Volgens het bericht gaat het om de gelden van alle gepensioneerde ambtenaren en de particulieren die aangesloten zijn bij het pensioenfonds. Michael Miskin, de directeur van het pensioenfonds, reageert hierop als volgt. Nee, dit bericht klopt niet. Kijkt u, er staat aangegeven in het bericht dat hier gelden worden beheerd van ambtenaren en particulieren. Wij doen geen zaken met particulieren, dat doet een ander fonds. Er staat ook aangegeven dat de gelden bij de FINA-bank worden gestort. Dat doet ook een ander fonds, maar wij doen zaken met de Surinaamse bank. Dus de zaken daar kloppen niet. En dan geef ik u ook verder aan dat mensen denken over het algemeen, als ik ook de reacties lees. We hebben gisteren de comments doorgenomen op dat artikel en op die site. De site heet Mijn Suriname. Bijna 400 comments en dan kijk je ook naar wat er allemaal daar gezegd wordt. Mensen hebben de indruk dat er dus hier een heleboel geld is en dat het geld gebruikt kan worden. Maar de zaak is juist anders. Sommige mensen zijn ook van mening dat omdat ze pensioenpremie betalen, dat er dus ook een heleboel geld hier is. Maandelijks ontvangen wij 20 miljoen SRD. En dat zijn dus de premies van 10% van de werknemers, van de ambtenaren, en 5% van de staat. Maar het is lang niet voldoende. We betalen hier op maandbasis bijkans 70 miljoen SRD aan pensioenen. En dat komt door de herwaardering die de regering heeft laten doorvoeren in de pensioenen. Dat wil zeggen dat dus de regering, in dit geval het ministerie van Financiën, elke maand 50 miljoen moet toeleggen. Extra moet betalen zodat de pensioenen uitbetaald kunnen worden. En wij krijgen de middelen op de 15e van de maand, in de ochtenduren, de 15e. En daarna sturen wij dus de stukken naar de diverse banken, waardoor dus de mensen hun pensioen kunnen ontvangen. En dat loopt al jaren vlekkeloos. Het bericht is onjuist. Ik moet u zeggen dat ik het bericht gisteren tegen 16:30 heb gezien. Mensen hebben dat voor mij gestuurd. Ik kwam van een begrafenis. De vader van een medewerker was overleden. En toen hebben we even via de telefoon en via de WhatsApp met elkaar gecommuniceerd in directieverband. Het besluit is toen genomen om dus aangifte te gaan doen. Dat heb ik gisteravond ook gedaan. De politie heeft dus aangifte te zullen onderzoeken. De digitale recherche. U hebt onlangs ook in het parlement er ook wetgeving hierover is aangenomen. Ik hoop dat dat ook snel in werking treedt. En ik hoop dat men kan achterhalen wie die mensen zijn. Ja, die mensen dus gestraft worden, vervolgd worden. Het is niet goed voor het fonds. Wij worden eigenlijk meegesleept eigenlijk in bepaalde ontwikkelingen die nu zich bij de centrale bank afspelen. Je ziet ook duidelijk dat bericht die intentie heeft. Je ziet ook de reacties die aangegeven worden dat wij dus hier als directie daar opgesloten worden enzovoort. Op de sociale media. Je vraagt je af van waarom al die reacties. Je hebt op een gegeven moment gereageerd. Ik heb bij een medium heb ik gereageerd. En dan zie je toch nog dat mensen twijfels hebben. Zeg van ja, oké, die man heeft gereageerd, de directeur heeft gereageerd. Maar waarom zouden we hem geloven? Dus daarom hebben wij ook besloten om aangifte te gaan doen. Dan hebben wij een daad gesteld en hebben wij serieus aangegeven dat wij dit bericht nepnieuws, fake news, als fake news zien. Toch? En dat wij op de politie nu eigenlijk wachten, zodat deze mensen dus aangepakt kunnen worden. Eigenlijk zou men in Suriname met dit soort zaken in feite drie dingen moeten doen. Ik heb gezien dat meestal bij belediging, bij het verspreiden van onjuiste informatie, men meer kijkt naar rectificatie. En misschien ook een
straf, maar meer rectificatie. Ik denk dat we in de richting moeten gaan van, en er moet wetgeving daarover, ik heb ook met de politie daarover gesproken, van schadevergoeding. Ik denk dat wanneer je dat doet, dat mensen voorzichtiger zullen zijn voordat ze dit soort dingen doen. En als de boetes moeten dus, of tenminste de schadevergoeding moet niet te weinig zijn. Het moet behoorlijk zijn. Toch? Grote bedragen. Bedragen in, laat zeggen, van $100,000 als je zoiets hebt uitgehaald. Toch? Dan denk ik dat men voorzichtiger gaat zijn. Nee, zeker wel. Maar natuurlijk speelt alles met vertrouwen. Wij zijn een organisatie die zeker vertrouwen uitstraalt. We betalen prompt elke maand het pensioen van de gepensioneerden. U heeft ook nooit wanklanken daarover gehoord. Dus men moet ons vertrouwen. En men moet natuurlijk de officiële berichten ook liefst volgen. Wij zijn nu uitgekomen met officiële berichten. U draagt ook bij dat er een officieel bericht komt. Omdat men dus daarmee zelf aan het woord hoort. En we hopen dat dus mensen dus dit soort zaken eerder volgen dan springen. Als je ziet op social media, wat ik soms ook zo grappig vind hoor. Ik zal het maar niet een andere benaming geven, maar grappig. Je ziet mensen op social media dus allerlei onprettige dingen plaatsen. Maar diezelfde mensen sturen dan via Messenger een bericht voor mezelf van directeur. Ik heb dat gelezen, maar is het waar? Dan vraag ik mezelf van, maar als je dat vraagt, waarom ga je iets onprettigs plaatsen over mij eerst en daarna aan mij vragen? Dan had je liever dat onprettig bericht weggelaten en mij rechtstreeks gevraagd.